gebruik het water. Oh, ja, oh, hier had gewoon een gratis slokje kunnen nemen. Dan moet je wel sprong maken, pas op. Oh, pas op! Wat doe je nou? Wat de fuck, wou een slokje nemen met mijn nek, joh. Ik laat me een slokje nemen. Een simpele, man. Oh, nou, ik moet de fuck even. Dit is doodgevaarlijk, een slokje nemen. Maar ik heb geen dorst meer. Springen nou overheen. Ja. Hey, maak een keer zorg om mij, ja. Leef je nog? Oh, nee. Ik ga niet ook nou naar beneden, hoor. Het ziet er veel te stijl uit daar. Tim! Mijn steentjes kan doen. Tim! Ik weet niet waar de grot is. Godsamme. Oh! Wow, ik ben snel! Gaat ie? Oh, ik ken mijn eigen kracht niet, maar volgens mij... Kel! Als de politie het vraagt, hij barst al dood door de val. Kel! Oh, kut, waar ga ik nu heen? Piet! Oh, Tim! En er was een man die drukte gewoon op knopjes als er helikopters en vliegtuigen langskwamen. Dat ze daarom... Meelmoes! Oh! Waar? Nee, joh. Stol! Kijk hoe groot. Meel! Drie auto's! Moes. Drie auto's! Stop! Oké. Okay. Shit, Timo, we hadden hem kunnen bevrienden! We hadden hem kunnen bevrienden, hij deed geen vriend kwaad. Ik dacht... Oh, mijn C4. Die C4. Tijdbom, ja. Ik dacht, ik kan hem met drie steken aan. Hij was groter dan een auto. Kijk, kom. Ze kunnen niet amper raken, ze zijn zo long. Oh, wat oh, gaan we the dood. Fuck! Het is flexibeler dan je denkt, Tim! Kom, ren! En nu? Dit is een waarschuwingsschot. En nu? Nou, niet waarschuwen! Deze was er niet klap. Is in twee kogels dood? Yo, ze kunnen niet tegen kogels, het is een zwakte. Zeg gewoon... Kom dan, wat wil je nu doen? Bitch. Ja, ren me fucking bitch! Boom! Die voor je! Boom! In je been! Wat dat man is die, joh! En nu! Uit de babykoppie! Papa! En nu dan! Fuck die shit, Tim. We gaan ze opeten ook, die gekken. Yeah. Hey, dat is onze vriend! Afblijven! Wij hebben hem gered! Ik meen het! Nee! Hoe durf jij, Timon? Dit is gewoon een disrespect! Gooi ja, gooi hem weg! Hij gooit dan zijn beste vriend weg. Dit is een bile battle. Ja, 1 tegen 1. Piet, neem het voor me op. Je bent de champion. Oh ja? Kom maar. Oh. Wat nu? Oh fuck. Ik ben neer. Blokken! Ah! Oeh! Op zijn kopje! Oh. Ik deed echt een superhero finishing move. Ik zei toch dat ik de leren jackie aan moest hebben. Dan zag het er echt ziek uit als ik het in een leren jackie deed, gek. Ik ging op zijn schouder staan en ik chopte even een kopje eraf. Orka's in mijn fucky bitches. Dit is gewoon lullig, want hij gaat ook maar niet dood. Ja, maar nu is het gewoon lullig om te laten leven, want hij zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb hem echt te veel op zijn kopje geslagen, maar hij gaat maar niet dood, die gek. Oké, okay, ik denk dat hij dood is. Ik help hem. Ja, ik wil wel als ik hem top. Zo van eervol neem ik hem mee dan ook. Als petje! Ew, ik ga hem eten. Ik eet hem op. Ew, hij heeft gewoon fucking ex in zich gewoon rond hangen. Fucking bitches, blijf lekker in de zee, joh. Viezigheid allemaal. Kun je hem trappen? Oh. Je kan niet eens eten met een eeuw, zeg. Pak hem. Hey. Zo. Oh. Zo. Die vond ik niet leuk.
Wat gebeurt er daar dan? Dat jullie dat door de vingers kunnen zien. Ik vind deze niet... Zo. Ik vind het niet leuk, jongens. Het is kapot. Ik geef aan dat ik het niet leuk vind dat dit gebeurt. En dan gaan jullie er niet voor me zijn, maar dan gaan jullie juist tegen me werken. Ja, dag. Gefocust. Oh. Ja, dag. Hoe kan dat? Ik had een original character. Hoe kan dat nou? Ik wil steeds dichter bij de camera ook. Hij was steeds echt geflipt. Hij heeft zijn sok ook uitgetrokken dit keer. Dat is echt een irritantse poppetje ooit gezien. Echt niet te doen. Het hele dronken lippen. Welcome to. Mag ik even meestemmen aan Timon, alsjeblieft, Chad? Nee. Ik had de kleur goed. Hij heeft rood en geel. Heeft hij gekozen. Twee stemmen, oké. Maar ben je wel goed dat er een soort herstel van kammetje is? Lekker bedelig, lekker met knietjes. Lekker met punten. Je fucking treurig figuur, joh. Wat zeg ik nog alsjeblieft? Hoe diep kan een volwassen man zinken op het internet? Waarom krijg jij maar jouw agressie punten? Thank you, love you guys. Een krat met lippen. Is dat een oester? Wat zeg je? Wat doe je nou met je stem? Wat zei je, Piet? Wat gebeurde daar precies? Nee. Ja, hij heeft echt 100 damage gepakt hier ook. Moeilijke. Ook. Pak hem. Gooi je! En dan kun je zomaar weer gelijk staan. Wat wordt het? Een nep Pikachu. Is niet bang. Oh, hij is te pakken genomen. Oh, en die krijgt heel veel damage op zijn nek. Kun je er nog mee pompen? Ja, hij kan slaan. Hij kan slaan. Oh, hij heeft opeens... Hij is dood. Huh? Hij is dood. Is hij geabsorbeerd? Brax is dood. Brax is official down for the count. Ik wist niet dat het kon, joh. Nou, pakken. Dan staat het gewoon gelijk. Als het glijdt uit. Het is over, het is over. Zoveel? Van over. Daar moet je niet eens druk om maken. Nee, ik ga me niet druk om. Ik ga me er echt niet druk om maken. Timon. Ik ga er eens gewoon cleanen. Nee, gefeliciteerd. Ik ga er niet druk om maken. Ik ga door naar die volgende ronde. Ja, het spijt me hoor, maar ik ga dit gewoon cleanen. Ik ga gewoon het headsetje pakken. Laat me zien. Ja, dat is gewoon een mooie bak. Dat is gewoon een mooie bak. Daar ga ik me niet druk om maken. Ja joh, je weet waarvoor je speelt dan, hè? Natuurlijk, waarom niet? Het ziet er niet goed uit voor Joe. Nee. Het ziet er niet goed uit. Oh, de Crabmaster, daar is hij. Zo, wat een damage weer. Daar gaat hij, hoor, gaat er weer in. Hij is weer erin gevallen. Ja, vroeger was hij beter, heb ik het idee. Ja, dat is niet veel, maar met deze regels. En gaat Joey zichzelf gewoon opofferen? Dat is misschien ook een kans om hem nu gewoon te tikken, hè? Niet, ik had ja, dat niet. Oh, niet opnieuw. Niet opnieuw is klaar. Is nee, de Crabmaster komt eraan! Nee! Het is zo zo. Hij pakt Joey nog. Oeh, oké, dan komt hij goed weg. Sorry, ik schrok even hoor. Ik heb pakt even een adem van binnen, maar Joey. Joey gaat naar huis met zo'n prachtbak. Dat is echt te krap. Je hebt hem niet goed afgesloten. Wacht, ja, maar nu wel. Kijk op. Hé, dat is die naakte vrouw weer. Oh, doe je wapen weg. Doe je wapen weg. Wat doe je nou, joh? Hey, je hebt hem in de... Ze heeft hem echt gevangen. Ze heeft hem echt perfect gevangen. No look. Ik ben een speermaster. Dat weet je van me. Ik ga gewoon. Ik ben een speerloser, want ze ving je hem uit de lucht. Zeg maar, zij is cool. Okay. Ik werd niet om jou aan het juichen. Ik ben gaat van mij juichen. Maar je had het niet bang moeten maken. Zullen we wel verder gaan? Ja. Hij moet er eerst op zien te komen. En dan in Mario stem pas. Weet iemand dat? Chat? Wakker worden! We zijn aan het streamen, jongens! Kan niet op het schil. Hé, maar dat zat in deel 1! Kap even bij die storm. Waarschijnlijk, ja. Maar het was echt niet leuk. Ik vond het ook echt niet leuk. Hij backpaint. Ja. Ik vond het ook echt niet leuk. Mensen aan het inkakken en zo. Die zijn helemaal niet op te letten. Dan denk ik van, ja, van me helemaal lastig. Ik kan gewoon normaal. Nee, maakt zo, dan niet gaan we gewoon vertellen. We hoeven niet boos om te worden. Maakt het niet wel 150 cc. Dit is niet te doen. 150 cc. Ja, dit is niet te doen. Maar dan gaan we heel snel door Amsterdam heen. Dat is alles wat ik zeg.
Ik voel het niet hoor, maar goed, ik bezwijk wel weer onder die groepdruk van die chat die mij... Hier zit ik een spelletje te spelen. Hey Peter, ga sneller! Sneller! Ja, en ik denk hier van, kom op, ik wil even uit dat karretje stappen. Ik wil even rondkijken in mijn eigen spel waar ik 80 munten voor neer heb gelegd, hè. 80 munten! Laat mij gewoon even lekker in Amsterdam rondcruisen alsof het A2 Racer 2 is. A2 Racer 2 wordt niet meer gemaakt, want Davilex is failliet! En ik mag niet eens, in alle rust, door de mooiste stad van Nederland heen reizen met Burdo! Maar jij wil ook 150 tim, dan zet ik me gewoon aan hoor. Dat gaat die serieus wel. Is de finish. Voor de 1-0. Fuck. Ja, fuck. Dit is de hoek, hè. Hier is over. Kom op. Kom op, raak hem. Raak die gek. Wat de hel? Oh, fuck. Shortcut. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Shortcut. Hoe was jij zoveel sneller via daar? En boem, dit is de 1-0. Hoeft niet. Piet, dit is de 1-0. Hoeft niet. Tenzij nog een rood schildje, hè. Er is echt niks aan de hand hier. Oh, heb je een slipstream of niet? Oh, happy! Waar komt die vandaan? Oh nee, oh nee, ik moet een rood schildje hebben. Of... Boom! Oh, kut! Yes! 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 Hey. Dit is de laatste bocht. Oh! Oh! Dat scheelde echt helemaal niks. Niks, dit scheelde echt. Ik heb gewonnen. Spel. Twee keer heb ik maar rode schildjes gekregen, twee keer kom die donder. Wat echt een kutspel. Je moet nu één keer derde worden, anders ga je Epic gewoon gewonnen. Je moet eerst nog een keer zien te winnen, denk ik. Hey, dat is die Burdo. Het is zo kijk ver hoe ver ik voor sta. Ik ga op je wachten zelf even. Nee, ga niet. Ik ga even op je wachten. Nee. Wacht even, ik ga even niet zo dik even op je wachten en dan zien we wel even voor. Je denkt echt dat je een leuk mannetje bent, of niet? Maar, vind je jezelf echt ben leuk? Ben er al? Hij haalt me niet eens in, dan moet ik nog even wachten. Oh, hij mist me. Dit is echt niet te doen, dit. Bluff dan. Wat zeg je? Bluff, ga eerst laten staan, even wachten tot iedereen je in heeft gehaald en dan begin met rijden. Bluff dan. Doe je het al? Flip dit. Je stilstaan, ja. Oké. Yes. Yes. En dan gaan we. Zoom. En als ik je nu domineer, dan wil ik excuses horen zelfs. Dat gaat echt nooit gebeuren. Als je me nu nog gaat domineren, dat gaat niet eens. Is het nu nog niet meer laatste? Heb je wel het laatste gestaan? Heb je wel echt laatste gestaan? Je bent niet eens bijna laatste meer. Waar de fuck staat? Je staat echt half... Je staat gewoon... Er komt een blauw schildje aan al, hè. Er komt nu al een blauw schildje aan. Er kan nu al een blauw schildje komen. Op sodemiet, Luigi. Hoe sta je? Zijn je derde? Hey! Wat een vuilnek, joh. Ik zie dat ik voor me, iedereen is voor de lol aan het racen. En als Luigi iets gooit, dan gaat hij echt full aan gemeen kopje te... Hij had op zijn lip bijten, hè. Oh, yes, hoe sta je? Yes, laatste ronde. Ik zeg fucking clean eerste. Je echt zo doen. Huh? Waarom ga viel je uit? Ga je echt zo doen? Ga ik je echt tweede. Zo doen? Serieus? Ik stond tweede. Ja, je stond tweede. Pas op, die dingen die ding zijn levensgevaarlijk. Oh nee, hè. Nee, dit wordt weer echt zo'n gevalletje. Laatste... Dit is niet te geloven! Ja, dag! Ik had een stuk of 8 achter elkaar. Oh, ik heb zo'n... top. Blij mee. Ja, absoluut. Dat is heel slim. Oh, dat was lief. Lief ben ik, hè?
echt mag fucking ik even je wangetje cute. Aanraken? Als ze, ja, tuurlijk. Maar als ze mij als Animal Crossing character gaan toevoegen, ga ik niet eens meer raar opkijken. Zo lief ben ik. Nee, je bent te lief bijna. Oh, what the fuck. What the fuck? What the hell? Wat? Ik ga mijn granaat erop gooien. Recht van je. Dat is echt een fucking ultra beast. Oh! Ik gooi mijn granaat aan de kant, aan de kant, aan de wegwezen. Kant. Wegwezen! Oh! Ja. Aan de kant! Je gaat er ook op staan. Dat was een full-on specimen, Tim. Ja, ik zag het. Dus ik gooi mijn fucking handgranaat erop. We kunnen ook gewoon stil zijn dan. Als je toch achter me aan gaat, laten we een Ik kan best stil zijn als je dat wil. Oh. Ga jij rechts? Dan ga ik hierheen. Oh! Hij staat hier werkelijk naast, hè? Waarom gaan we hierheen? Volgens mij, Tim, ik heb het gevoel dat we hier nog niet zijn geweest. Oh, what the fuck doe jij nou, joh? Ga even normaal doen. Ga een beetje geluiden. Ga niet. Ja, ga nu. Ja, ga die aanstellen ook nog, hè? Nu voel ik me nog lullig ook, maar hij liet mij schrikken. Vindt hij gek dat ik een beetje emotie toon? Hebben. Oh! Wat is een cutie pie? Oké, nieuw bordje, nieuw bordje. Oh, what the fuck is dat? Oh, Timon, what the fuck doe je? What the fuck doe jij? Waarom ga je creepy om mijn hoekjes heen sprinten? Oh, sorry. Is mijn gezicht zo erg dat je echt zo hard gaat schreeuwen, luid op gaat schreeuwen, schrikken? Nee. Als je goed staat, dan ga ik je weer inslingeren. Jo. Ik sta goed hoor. Hè? Wat zei je? Ik sta goed hoor. Ik sta goed! Oké, is dat goed? Dan ga ik hem erin gooien. Wat? Dan gooi ik hem erin. De fuck up! Ja, ik gooi hem in een pannetje. Heb je nog stroom nodig ergens voor? Heb je handen in te wrijven of zo? We hebben net al besproken, hebben we niet nodig. Zijn jij die nodig? Wel nodig? Nee, ik ga hem erin knallen. Ja. Goed! Ga ze door! Gaat hij weg? Ja! Gaat hij weg? Gaat hij weg? Ging hij ernaast? Nee, ik riep dat hij goed ging! En Timon, wil jij hem even afsluiten dan een keer? Mag dat echt? Ja. Oh, dat vind ik gewoon een mooi moment. Ze heeft iets lekkers in een bosbessie? Is dat een bosbessie? Ze heeft een bosbessie. Mag ik een bosbessie? Hé? Wat zeg je? Oh. Hey. Ik geef wapen. Oké, geef me wapen. Hier, dat komt wel goed. Oh. Dat komt goed. We zijn best vrienden. Ik krijg een bosbessie. Tim, pas op. Jullie zijn niet mijn vriend. Ja, ik kan niet meer naar boven. Piet. Ja? Je zit vast tegen de grond. Ik heb zwaartekracht onder water. Moet je teruglopen, gek. Ja, ik loop onder water. Oké, ik volg je. Ja, maar dit is helemaal niet handig. Dus nu kan ik dus niet naar boven meer. Kun je niet naar boven lopen? Hoe doe ik naar boven lopen? Kun je hierheen lopen? Ja. Volg mij. Ik ben te zwaar. Waarom zwem jij en loop ik? Ja, we komen er wel uit, Tim. Hier, kom. Lekker! Piet, jij bent er eentje. Weet je wat, je krijgt een cadeautje van me. Wat? Je krijgt een cadeautje van me. Oh, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Ik weet wel wat je mooi vindt. Oh! Oeh, passies! Lekker! Yummy! Kom op, Tim, dan gaan we weer. Ik hoop dat je nog een keer vast gaat zitten. Zo, wat is dit, joh? Oh, even... Zo'n 2 kilo. Wat rusten? Ik slaap lekker. Ik wil niet even schoonmaken. Oh, ga je slapen? Okay. Ja, wil jij de muziek even uitzetten? Want ik... Oh, what the fuck, Tim? What the fuck, slaan? Wat hebben we gedaan vannacht? Ja, ik weet het niet. Ik wist niet dat het zo snel ging. De eerste ronde van vanavond is... Mario Kart 8 Deluxe.
Oké, ik ben er klaar voor. Centraal station, daar gaan we. Ik heb ingehaald, pure keuze. Oh! Daar! Pure kwaliteit! Dat was Cats! Hey, Cats naar beneden! Nee, hoe is dit mogelijk? Ik ketste mijn banaan tegen de muur op mezelf. Dit heb ik echt nog nooit in al mijn 100 jaar Mario Kart nog nooit gezien. To me, Team B. Timon praat zo ineens zoveel dat ik het gewoon wegfilter. Gewoon dat je niet luistert of dat je me niet kan verstaan. Ik kom best langzamer praten hoor. Misschien is het wel dat je zoveel intelligente dingen zegt dat hij gewoon even moet bijkomen. Zeg maar, moet dan moet het verwerken, zeg maar, nog eventjes. Ja. Oké, het roempje staat klaar, Tim. Want alles wat ik zeg is toch wel interessant? Piet? Oh, sorry, ik was even niet aan het luisteren. Wat was dat? Oké, de game wordt gekozen. Oh, ik zie hier nog 6! Timo nog 6! 3! 3 nog maar, Tim! 3! Het is fucking 2, over! 1! Het is fucking over! De eerste ronde! Hoe kan dit nou? Timon, dit is normaal gesproken. Ja, maar ik ben 2 gasten uit de chat, ik ga me stoppen. Timon, ben je dom in je koppie? Dat was ik. Dat was ik. En als je zo niet scherp bent, als je dat niet doorhebt, dan kun je beter je spulletjes pakken en wegwezen. En als je zo niet scherp bent, dan zie je waarom je de eerste ronde eruit gaat. Tim, het is over. Het is over. Met 3-0 en Sterry gaan misschien clean sweepen. En ik neem het terug dat je 2 keer mag draaien. Ik neem het terug. Mag niet. Deze sterren worden steeds groter. Oh, okay, dit is luxe. Dit is wel wat ik bedoelde. Dit is luxe. Je kan een lounge. Een ramp. Ramp? Een skateboard ramp? Ja, maar ik ga ben een beetje een wallrunner. Of ik ga even grind hem even. Check deze. Wat een goede hoek. What the fuck, Tim? Wacht, Tim. We worden aangevallen. Auw! What the fuck, help me, Tim. Ik ben geen one-shot. Ik ben geen one-shot, real-life one-shot moment. Wat de wat? Weet niet, een of andere wallcrawler die ook een boring ging maken, Tim. Er is wel een comfortabel stoeltje zitten eruit. Oh ja, echt. Ik zit echt op billetjes. Je kijkt niet leuk, ja, maar je kijkt ook heel smerig erbij. Dat was echt niet leuk. Ja, maar even serieus, dat was echt niet leuk. Ik heb hem! Ik heb hem! Hij is on the loose! Hij is on the loose! Maar je hebt hem alleen maar sneller gemaakt, ja, joh! Weet ik wel, dat backvuur. Ja, die zie je niet meer terug. Ja, hij is door de muur heen gewend. Echt? Ja, hij is door de muur heen gewend. Zo'n kutstuk nog lopen, hè. Ja, oh, hier staat hij. We zijn echt... Oh! What the fuck, hij valt aan! We moeten hier weg, hij valt aan. Hij gaat met serieus, hij zijn fucking on the loose is hij nu. Maar hij moet nog maar 1 tikje hebben, dat is wel echt het... Ik heb mijn pels misschien nodig, hè. Oh, hij is echt fucked up, deze... Heb ik hem? Woo! What the hell? The rush! What a rush! Hoppakee, ik ga pellen. Ja. Ik kan niet meer neer. Hey, pilletjes hoor ik daar, of niet? Nee. Waarom zeg je dat niet? Ik ben echt de hele tijd aan het sterven als een ballen. Pak ik deze van mij? Nee Tim, dit kun je echt niet. Dit kun je echt niet menen. Tim, komt. We hebben nog niet eens. See you later, Ferrelli Gator! I'm out, baby! Welkom op de goede kant is. Nee, Timo, komt terug! Squeak! Oh, hoe gaat dit? En clean. Dit is heel irritant. En weg ben ik. Daar ga ik. Squeak! Fuck, wacht. Auw, ik zit vast in de boom. Ik zit van auw, mijn enkels. Ah. GPS locator misschien? Vind je hem mooi? Nee, dat is echt zonde. Oh, ik zou... Ben klaar. Je hebt niet... Nee, ik ga niks geven. Ik wilde niet eens iets geven. Dus. Je hebt iets gegeven aan. Ik zie het echt maar opper. Borst. Oh, heb je nog besjes? Lichtgeven. Oh! Lekker! Yum! Sinaasappelsmaak, dankjewel. Heb je nou echt zo'n ding weggegeven?
Resident Evil. Die was fuck, ik krijg zo, we krijgen het helemaal benauwd hiervan. Voelde jij dat ook? Eerlijk? Voelde jij hem ook? Dat was niet slecht. Zo! Dat was niet was slecht, als je zelf Tim. Al kippenvel krijgt, hè? Where's everyone going? Bingo? Oh, baby, hij heeft ze geslamdunkt. Resident Evil. Zonde, zo'n zonde van een moment. Niet zonde, je dacht dat het erbij hoorde eventjes zelfs. Ja, het begin wel. Sowieso een beetje naïef. Of? Oh. Die wil hem slaan met je knife? Ja, dat was mijn stijl. Gewoon met je knife. Zup. Denk je dat kan? Booby trap. Waar zijn de boobs? Dat is sowieso iets wat Leon zou zeggen. Ja, ik heb dit spel vaker gespeeld. Wie is daar? Ik ben er. Auw, auw, kom! Chapter 1. Al clean gespeeld. Hoeveel chapters zijn er in het spel? Hoeveel chapters zijn er? Chat. Chat. 8, 26, 16, 9, 8, 16, 12, 66, 93, ze 14, even kijken. Ook zonder te twijfelen gaat iedereen gewoon iets anders typen. Oh, ik weet het niet, dus ik ga gewoon een nummer typen. Ik kan me uit elkaar schelen. Ik wil er ook alleen maar bij horen. Op mensen die er nooit hebben getypt, komen er allemaal bij. Ik denk van, weet je wat, ik ga ook gewoon participeren op dit moment. Ik ga het wel weer googlen. Oh. Volgens mij moeten we beginnen. Drukken. Volgend voertuig. Ben je klaar voor? Ja, kom maar door. Ja. Even kijken of deze man er klaar voor is. Niet echt dus. Ik kan hier inspect hier terug. Oh, je kan hem dingen laten doen, deze man. Je zag al, hij zag je ook echt niet aankomen dat hij echt een deed. Oké, laat me doorkomen. Oh, mooi. Subaru is het zeker die eraan komt. Nou, dat zou zomaar wel eens kunnen. Nee, de pijl. Of zie je de pijl rechtsonder? Tap. Oh. Ik kan mijn eigen staart volgen. Oké. Als een vies hondje. En dan heb je misschien wel iets te verbergen. Ja, of het is hetzelfde als ik bij die Albertijn ga zelf scannen en ze zegt van we gaan checken. Dan ga ik zenuwachtig worden. Dan denk ik, wat als ik per ongeluk iets niet gescand heb? Dan ga ik me al gedragen als een crimineel. En ik begin al gewoon echt, ik begin al een beetje met mijn handen te trillen en zo. Ik zit al te kijken naar een wapen om me heen en zo. Maar ik heb eigenlijk niks gedaan. Dat dus je kan slaan tot ze zeggen van je hebt iets gemist, zeg maar. Ja, dus, maar dit hoeft dus niet iets te zijn. Ik heb een keertje betrapt, per ongeluk. Per ongeluk was het. Ja, nee, het was echt per ongeluk. Je was per ongeluk een walk of shame moest ik doen. Hoe ging het dan? Hoe ging het dan? Dus zei ze van, hé, meneertje. Ik ben echt bij mijn nekvel wel gepakt. Bij mijn shirt zo werd er gepakt. Je hebt dit zakje chips niet gedaan. Ging ze die politie bellen? Zo'n knop onder de tafel? Zo'n rode knop onder de tafel. En en dan gingen de hekken. Ging je dicht. Dus dat was heel zuur. Maar ze zeiden gewoon niet meer doen. Focus op je werk, dit is gewoon goed. Wegwezen. Kijk, om die geld ervoor of niet? Is het donker of niet? Haha, hij trapte erin! Fucking Bugs Bunny style, maar neem zelf open! Drieke. Oh, hij rijdt echt bijna een bus aan. Ik probeer weg te rijden. De politie, man, duwt toch drie keer aan elkaar die deur als een pestkop. Ik hoop niet dat we van die mensen gaan zien die echt werkelijk papegaai in flesjes gaan duwen en zo. En ze dan gaan smokkelen. Dat kan ik echt niet handelen. Is dat een ding? Dat het dan met papegaai in flesjes wordt gestopt? Ga niet mee, ik hoor je blije koppie. Waarom ga je nou zo blij zijn als een papegaaitje in een flesje wordt gestopt? Het klinkt heel lief. Dus, maar miniatuur papegaaitje in een flesje. Ik weet eigenlijk niet wat het doel is van de smokkel. Maar ze gaan dieren echt overal inproppen. En het is heel zielig. Maar het is niet echt zo. Je zit er wel ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Ik wil niet eens weten dat het echt bestaat. Je bent echt heel naai. Ik ben de naai. Ik heb toch nooit een papegaaitje in een flesje, een AA-flesje gepropt?
zonde van AA ook. Ja, die zijn wel leeg eerst. Oh, oké, okay, dan snap ik het wel. Wat zegt hij tegen jou? Wat zeg je tegen mij? Echt oppassen hoor. Want ik steek deze onschuldige man hier. Als je nog één ding zegt. Ik zeg het je en dan steek ik hem. Hm? Ja, dat is wel verdacht stil opeens. Ik heb het gezegd, hè? Hier zijn wij, ik heb het gezegd. Hoe noem je mij? Ik grijp hem nog. Hé! Hey! Doe de hei! Ik is een pompe! Pomp mij neer ook. Mislukkeling. Een hart slaan. Goede inkt erop zetten, dat het niet even keer te lezen valt. Wat een dag, ja. Had je van tevoren over na moeten denken. Deurtje open, meneer. Echt levensgevaarlijk wat die man doet. Chapota, propset. Fijne dag nog. Je deur staat open. Op 100 euro verdiend. Weer. Maar kun je die man voor zijn huis al neerschieten? Oh ja. Maar dan gaan we nu even ons... Hè? Mislukkeling? Waarom ben je een mislukkeling? Als burger je dood? De meeste burgers zijn dood. Maar niet dan. McDonald's en een pizza club. Die pizza club. Wat als er iets in zijn maag zit, zo'n vorm in zijn maag, zo'n pizza heeft doorgeslikt? De mogelijkheden zijn echt met de slang echt zo... Oh nee, ze kunnen er een piemeltje van maken nog. Hoe? Ja, een balzak, als Fleur een balzak tekent nu. Oh, dat is typisch Fleur. Wow! Zo looping! Fleur, geen balzak, alsjeblieft. Even dunne, maak gewoon die slang normaal. Ja, ik ga offline, hè. Ik heb het gezegd. Als de balzak is, dan ben ik klaar. Ik zeg het jou vast, Fleur. Fleur, doe gewoon normaal die slang. Maak je nou gewoon een slang van Helens Beek offline. Ik maak geen geitje. Ik wil mijn slang zien! Ik wil echt zo graag die slang zien. Is dit een slang? Dit is een weird champ. Dit is een hakje. Of hij draagt gewoon een hak, dat kan misschien wel. Oh ja, hij draagt een hak. Ik zat echt met mijn vinger, hoor. Ik dacht even, ik krijg mijn slang niet, maar hij heeft een hak aan. En dat is gewoon... Dat is top. Leuk. Top, ja. Zonder dat niemand een ader heeft gedaan. En degene met tepels die gaat winnen. Ik heb het gevoel dat we een bug in het spel gevonden hebben. Ja. Als mensen tepels gaan tekenen, winnen ze dus gewoon standaard. Rechtsboven, die heeft een lekker broodje honing, maar dat wordt niet gewaardeerd. Maar die tepels, dat vinden mensen echt... Dat is marmelade, je domkop. Het staat er boven, werkelijk. Ik dacht dat er iets anders stond. Maakt het niet uit. Maar ik ben gewoon een beetje fanatiek als een ja, Kokanje, wil je echt zo winnen, ben je echt zo zielig. Heb ik gewoon goed gespeeld, maar... Hey, goed gespeeld, Kokanje. En de winner is... Ho! Hè? Oh, we hebben ingeprogrammeerd dat tepels niet meetellen, zeker? Ja, hij heeft gewoon ook gewoon... Alleen maar tepels rechts, kijk nou. Kijk nou, alleen maar tepels hebben we gewonnen. Nou jongens, zijn jullie thuis trots op jullie zelf? Ik niet in ieder geval.